Tegelijkertijd zien we dat er in Brussel aan een soort kerstboom allerlei nieuwe soorten wet en regelgeving wordt opgetuigd. Waarvan wij denken dat maakt het de mensen in Nederland, de mensen thuis, het leven duurder, het leven lastiger. En ook voor de ondernemers die dat uiteindelijk weer ook doorbetalen aan de mensen thuis. En degene die eigenlijk aan de knoppen draait op het wetgevingsproces, dat is in de eerste instantie de Europese Commissie. Waarschijnlijk wel bekend van onze eurocommissaris Frans Timmermans. Die als een klimaatpaus de klimaatwet en regelgeving. Grote baard. Ja, precies.